Eurofiele Juncker is een gevaar voor ons land. Het is donderdag en dus is het weer tijd voor Visser vindt. De column van DFT's Martin Visser, uiteraard. Martin, uh, vorige week waarschuwde je al premier Rutte over Eurofiele Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie. Uh, Juncker heeft gisteren zijn jaarlijkse toespraak gehouden. Ja. Ja, is die waarschuwing terecht geweest? Uh, ja, ik was misschien nog te mild. Het was nog oh. gruwelijker dan ik had gedacht. Gruwelijker? Hoezo dan? Ja, nou, gruwelijk in die zin. Uh, als je wat kritisch bent of misschien licht sceptisch over Europa... dan was dit een, een tamelijk heftige speech. Ja. Met alle bescheidenheid van zich afgeslagen. En hij is helemaal all the way gegaan voor... Nou ja, Meer Europa, heel kort samengevat. Ja, meer Europa. Dat gaat dus over uh, alle landen aan de uh, euro, de munten euro, ja. uitbreiding van de Schengenzone, paspoortvrije zone, één minister van uh, Financiën ongeveer, ja. ook een Europese minister, dat, dat, dat soort plannen. Hè? Ja, uh, uh, je ziet dus alles is gericht op meer politieke integratie. En hij wil het ook allemaal centraliseren. Uh, hij wil het zoveel mogelijk bij de lidstaten weghalen en allemaal naar Brussel uh, toebrengen. Dus in die zin was het nog een, een slag opvallender dan ik, had, uh, dan ik al had gedacht. Het ligt in lijn met wat Merkel en Macron willen, maar hij gaat echt nog een paar stappen verder. Ja, waarom uh, wint je daar zo voor op eigenlijk? Nou ja, ik heb uh, niet alleen in die speech geluisterd, wat nog hele zit is, om, uh, het is tamelijk saai. Uh, 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 mijn opw opwinding hield me, hield me wakker. Uh, maar ik heb ook het onderliggende document even gelezen. Het stuk wat hij officieel naar de institutie stuurt. Met Dit is ons actieprogramma. Ja, daar schrok ik toch wel heel erg van. Want dat is toch van een eurozoetigheid waar je glazuur van springt. Want uh, daar werkt hij dat nader uit. En, uh, in de speech, een voorbeeld te geven, maar niet onbelangrijk voorbeeld. In de speech zegt hij: Ik wil wel een euro-minister van Financiën, maar mm. ik wil niet een apart eurozone-begroting. Wat Macron, de Franse president, graag ja. wil. Maar als je dan leest wat je wel wil, ja, wil hij dat allemaal in de Europese Commissie samenbrengen. Hij wil in de EU-begroting een deel reserveren voor de eurolanden. Nou, wat hij daarmee van plan is, is iets wat Nederland absoluut niet zou moeten willen. Maar ja, ja zegt uh, Jonker: uh, De Europese lente is aangebroken. Dit is de tijd om uh, door te pakken en met een sterk euro... De toekomst in te gaan? Ja, ja, nou, een Europese lente zou ik het niet uh, durven noemen. Volgens mij is een totale misinterpretatie van verkiezingsuitslagen van de afgelopen periode. De Brexit wordt inmiddels als bijna een soort overwinning gevierd, want dan zijn we van die lastige Britten af. Het feit dat Marine Le Pen in Frankrijk nummer twee werd, Geert Wilders in Nederland nummer twee, wordt ook als een soort overwinning uh, gevierd. En hij zei letterlijk in de speech ook: er is, maar een, er is nu een window of opportunity, dus een kans. Ja. En die duurt niet lang, die moeten we nu grijpen. Ja, dat, dat is toch niet de manier waarop je ook met de kritische burger in Europa ja. Had. Maar even advocaat van de duivel. Hè? Uh, 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 jij zegt het nu allemaal, maar waarom is dit dan zo uh, gevaarlijk, bijvoorbeeld ook voor Nederland? Ja, nou, dat aspect zit hem bijvoorbeeld in, die, in de, die begroting, die budget dat hij voor de eurolanden wil maken. Het begint ermee dat hij wil dat alle landen binnen de EU lid worden van de euro. Het is wel een oude afspraak dat alle landen, uitgezonderd Denemarken en de Britten, dat uiteindelijk ook zouden willen. Maar dit lijkt me absoluut niet het moment om dat te prediken. Door wegens uh, gebrek aan succes geprolongeerd, zou je bijna zeggen. De euro is echt nog steeds een heel Tricky uh, experiment. Ja, heel wat... kwetsbaar. Heel kwetsbaar. Uh, laat het eerst maar zoals het is uh, en dan maar hopen dat het goed gaat. Laat staan dat je dit dan allemaal zegt. Roemenië erin, Hongarije erin, Bulgarije erin, Je moet er niet aan denken. Maar als je kijkt wat hij met het budget wil, hij heeft een aantal doelen in die, in die brief vastgesteld die hij mee wil. Met het aparte eurobudget uh, wil hij bijvoorbeeld de bankenunie stutten. Dat betekent dus mogelijk dat Brussel uh, de banken gaat redden met, uh, met Europees geld. Hij wil uh, landen die geen lid zijn van de euro, wil die financieel helpen om tot de euro toe te treden. Dan gaat er dus geld naar oost om als zwakke broeder in de euro te komen. Ja, sorry dat ik even mijn, mijn verhaal nu maak, want het is wel heel ernstig. Nederland moet echt ontzettend, uh, ontzettend opletten. Hij wil bijvoorbeeld ook landen die achterlopen economisch... financieel helpen met structurele hervormingen. Dan gaan we dus de Fransen en de Italianen gaan we dan helpen... omdat ze hun boel niet op orde dus hebben. De... Als je dat gaat doen, dan gaat Nederlands geld rechtstreeks... Ja. Continu in een continue stroom naar het zwakke zuiden. Dus de, de Nederlandse belastingbetaler zal misschien meer moeten uh, bijbetalen. om uh, de, de grootsheidswaanzin van Juncker overeind te houden. Absoluut. En kijk, nu doen we dat natuurlijk al. Via de ECB doen we dat dan grote mate. via alle noodsteunoperaties. En dan maak je het echt structureel voor de lange termijn. Is dat de nieuwe structuur van Europa? Dat je het hele zwakke zuiden. opprobeert te tillen met belastinggeld uit het noorden. Nou, ik, het is duidelijk uit de reactie van Rutte. dat hij dat niet wil. Maar hij moet ongelooflijk goed oppassen. Want Juncker en de zijnen hebben het gevoel dat ze het wind mee nu hebben. Hebben. En dit is wel. Ze creëren ja. een politiek momentum om deze stappen wel te gaan zetten. Ja, nog even kort uh, dan uh, de, de toespraak van Juncker is er geweest. En is natuurlijk de vraag: hoe gaat er dan gereageerd op worden? Uh, er wordt nu een nieuw kabinet uh, voorbereid in Nederland. Daar heb je toch ook D66 ja. in die pro-Europa is. Verwacht je dat Nederland wel een felle toon? Uh, zou kunnen aanslaan en dat ook daadwerkelijk kan gaan uitvoeren naar Europa toe? Nou, dat hoop ik dus wel. En dat is wel inderdaad wel spannend... omdat we niet weten wat het nieuwe kabinet precies van Europa gaat vinden. Dat het wordt wel manoeuvreren voor Rutte. Nou, dat kan niet manoeuvreren als geen ander. Uh, uh, dat is in dit geval misschien wel heel gunstig. Maar het lastige is wel dat Rutte steeds zegt... ik hou niet van visie, ik hou niet van verzicht, vergezichten. Dat mag wel zo wezen, maar je moet er wel een alternatief tegenover stellen. En je moet ook zorgen dat je steun krijgt van dat alternatief. Je ziet dat Merkel nu op één lijn staat inmiddels met, uh, met Macron. Die gaan misschien iets minder naar jongeren. Maar het is dezelfde richting. Dus hij moet allianties gaan smeden in Europa om dit absoluut te voorkomen. Het wordt spannend uh, de komende tijd in Europa, denk ik. Uh, ja, ja soms, je lijkt je Europa, nee, soms lijkt Europa heel saai. Maar dit, hier gaat echt ergens om en daar maak ik me een aantal zorgen over. Ja, ja oké. Okay. Nou, Martin wordt ongetwijfeld uh, vervolgd. Martin, dank je wel. En tot zover DFT vandaag. De column van Martin Visser. Fijne dag.